beginnen met twee gasten die symbool staan van hoe wij gaan over cybersecurity hier in Nederland. Een dame van het Nationale Cybersecurity Centrum vertegenwoordigt de overheid. En iemand van Kaspersky die vertegenwoordigt daar misschien wel een van de grootste security bedrijven ter wereld. Dames en heren, mag ik een hartelijk applaus voor Jorint van der Wiel en Nienke Stegink. Zo. Welkom. Dit is Jorn, dat is Nienke, voor het geval je het nog niet wist. Hey, tof dat jullie er zijn. Jij bent wat ze noemen een relatiemanager bij het Nationale Cybersecurity Centrum. Jij zorgt vooral voor publiek-private samenwerking. Dat de overheid het niet in zijn eentje doet, maar ook contact houdt met bedrijven, de academische wereld, de hackers zelf. Toch? Ja, zeker. Dat klopt. Ja. Hey, en Jorn, jij werkt bij Kaspersky. Nou, Kaspersky kent u misschien wel van de virusscanner die u dan thuis heeft. Maar jullie doen natuurlijk veel meer. Ze hebben inmiddels geloof ik iets van 400 miljoen klanten wereldwijd. En wat ik dan wel heel leuk vind, is dat jullie vanuit jullie perspectief dus niet alleen het oplossen, maar eigenlijk ook een soort monitoringfunctie hebben. Jullie zien eigenlijk real-time wat er allemaal aangevallen wordt. Klopt dat? Ja, nee, dat is zeker zo. Ja. Dienke, eerst even naar jou. Het Nationale Cybersecurity Centrum brengt ieder jaar het Cybersecurity Build Nederland uit. Hè. Dat is een soort overzicht van welke aanvallen kunnen we verwachten, hoe gaan we daarmee om. Dat is twee maanden geleden is dat uitgekomen, een hoop bombarie. Staatssecretaris Klaas Dijkhoff, die zwaait er dan mee. Allemaal lezen mensen. Kun je het in een half minuut samenvatten? Nou, heb jij het gelezen? Ja, okay. Zeker. Ja, nee. Daar beginnen we dan maar mee. Laat ik even een heel kleine correctie doen. Het is niet datgene wat we zien in de toekomst. Het is, we kijken een jaar terug. Het Cybersecurity Beeld kijkt naar alle vitale sectoren in Nederland. Om daar overheen nog weer een saus te doen van wat zien we dan op hoofdlijnen. Mm-hmm. En daar zie je gewoon een aantal kwetsbare plekken waarvan we zeggen, nou, dat gaat toch wel echt, heeft een stijgende lijn. En ransomware is er in ieder geval één van. Ransomware, dat is één. En wat is ransomware? Even voor de nitwits hier die er helemaal niks van af weten. Dat mag hij allemaal vertellen. Jorint, nou ja, jij hebt er dagelijks mee te maken natuurlijk. Ik heb laatst nog een grote ransomware zaak opgelost, maar even in een nutshell, hoe werkt ransomware? Maar ransomware, dat is eigenlijk kwaadaardige software. En als die op je computer komt en het wordt uitgevoerd, dan versleutelt die je bestanden. Dus dan kan je er niet meer bij. En pas na het betalen van de ransom, het losgeld, krijg je in theorie weer je bestanden terug. Ja. En hoe vaak gebeurt dat? Dat zien we ook natuurlijk. Heel vaak. Aantallen heb ik niet zo bij de hand. Maar wat we wel zien, dat het gigantisch stijgt. En dat kunnen we onder andere zien aan het aantal families wat uitkomt. Er komen steeds meer verschillende soorten uit. Oh, families. Dat als één type ransomware dus eigenlijk teruggehackt is, dat jullie dat kunnen oplossen, dan komt er weer een nieuwe uit. Ja, dat is dan eerder een andere variant van dezelfde familie. Okay. Maar met een familie bedoelen we meer echt een hele nieuwe soort, gemaakt door een andere groep. Ja. En die dan ingezet wordt om mensen te besmetten. Of computers eigenlijk. Okay. Nou, je was ook laatst in het nieuws over wildfire. Toevallig is dat ook een gemeen goedje wat ze in Game of Thrones gebruiken. Dus dat was dan wel erg grappig. Dat was een of andere gang en die schoof iets van 70.000 euro per week of zo. Verdienen ze met mensen pesten met een ding lokken en dan moesten ze geld betalen. Maar jullie hebben dat opgelost. Jullie hebben de sleutel gevonden. Hoe ging dat in zijn werk? Nou, wat eigenlijk, wat eigenlijk gebeurde is dat een klant van ons die belde. Die zei van, we hebben deze malware aangetroffen. Kunnen jullie er iets mee? Nou, aan de hand daarvan zijn we op onderzoek uitgegaan. Toen kwamen we achter de locatie van de command and control server. Hierop hebben we een rapport gemaakt, dat gestuurd naar de Nederlandse politie. En gezegd van, dit hebben wij aangetroffen, dit hebben wij gedaan. En als jullie precies hetzelfde doen, dan komen jullie tot precies dezelfde resultaten. En wij denken dat de server met alle sleutels zich daar en daar bevindt. Nou, aan de hand van die informatie is de politie op onderzoek gegaan. Die hebben dat gereproduceerd, kwamen tot dezelfde conclusies. En uiteindelijk zijn ze overgegaan tot in beslagname van die server. Nou, op die server daar stonden ongeveer 5.800, 5.700, iets in die richting sleutels. Maar wat er ook op stond, was hoeveel mensen er betaald hadden. Nou, en toen kwamen we erachter dat er 236 uit mijn hoofd mensen betaald hadden. En dat die mannen, laten we daar maar van uitgaan, in een maand tijd ongeveer 70.000 euro hadden verdiend. Dus het is wel lucratief. Ja, zeker weten. Beter dan spam of al dat soort flauwekul. Dus dat is een interessant
businessmodel totdat jullie komen. Dus het is eigenlijk een red race die continu gaande blijft. Hoe lang blijft die ellende nog doorgaan, denk je? Ja, het blijft doorgaan net zolang als mensen betalen. Als mensen betalen, dan is het profitable voor die criminelen. Dus mensen, heb je ransomware op de computer, niet betalen. Bel Jort, die heeft de sleutels. Toch? Nou ja, was het maar zo'n feest. Ja. Nee, we proberen dat wel te doen. Ik bedoel, wij zijn laatst ook een nieuw initiatief begonnen. Dat heet het No More Ransom Initiatief. Waarmee we samenwerken met de Nederlandse politie, met de Europol. Binnenkort nog met een hele hoop andere landen. En straks ook nog met meer private partijen. En het idee is van, we delen zoveel mogelijk informatie met elkaar. Ja. Om uiteindelijk achter de locatie van die servers te komen. Zodat die servers in beslag kunnen genomen kunnen worden. En zodat we dan een decryptieapplicatie kunnen maken. Oké. Okay. Ondertussen zien we achter jou de Cyber Threat Map van Kaspersky. Wow. We zien een, dat is echt cyberporn is dit, want je ziet real-time waar er aangevallen wordt. Maar kun je vertellen wat er op die kaart te zien is? Ja, wat je op die kaart ziet hieronder, er staan verschillende onderdelen van onze antivirus. En daar kan je dan ook op klikken en dan kan je zien welk onderdeel wat detecteert. En wat je hier eigenlijk ziet met al die lijntjes, is dat er een aanval uit, Nederland onderweg is naar Amerika. En dat zie je onder andere op die map. Ja. Oké, okay, even terug naar Nienke. Andere trends die we zien in het cybersecurity beeld. Wat in Nederland trending topic is rondom cybersecurity. Sowieso economische spionage. Ja. Dat is wel een ding. Malvertising, phishing. De malvertising, dat is dat je in een advertentie malware zet en als mensen erop klikken, ik weet niet wie er ooit op advertenties klikt, maar blijkbaar doet iemand dat. En dan krijg je dus malware geïnstalleerd. Ja, nou, ik denk niet dat deze groep zich inderdaad daar toe laat verleiden, maar ik weet wel zeker dat er een hele grote groep is die dat wel doet. Ja. En dat is wel een stijgende lijn, heeft een stijgende lijn. Dat is in ieder geval waargenomen over het afgelopen jaar. Oké. Okay. Als ik goed begrepen heb, is er ook goed nieuws. Dat Nederland toch al een beetje een toonbeeld is van samenwerking. Ik weet niet of je mensen uit cybersecurity ook wel eens in het buitenland komen. Dat is meestal of een hele machtige overheid of een groot bedrijf die alles bepaalt. En ja, wij polderen echt een beetje. Dat we echt een beetje iedereen erbij betrekken, veel met elkaar kletsen. Klopt dat beeld? Nou, ik weet niet of Nederland het enige is die aan het polderen is, als je het zo wil noemen. Maar als je het hebt over publiek-private samenwerking, denk ik dat Nederland daar wel toonaangevend in is. En er wordt internationaal heel erg naar ons gekeken hoe we dat doen. Hoe we vertrouwen bouwen. En met name bijvoorbeeld het voorbeeld van de ISACs is daar iets van de Information Sharing and Analysis Centers heet het. Het zijn eigenlijk sectorale bijeenkomsten van organisaties met vitale processen die met regelmaat bij elkaar komen om informatie te delen, om soms analyses met elkaar op te zetten. En onder het rondje rood, dat zal ook niet iedereen onbekend zijn, toch ook de informatie delen die echt vertrouwelijk is en waarvan je ervan uitgaat dat je elkaar alleen maar informeert zonder enig commercieel belang. Ja. Ja, want hoe gaat zoiets in zijn werk? Want zo'n Information Sharing and Analysis Center, daar komen dus bedrijven en mensen van de overheid samen, maar veel van die bedrijven zijn elkaars concurrenten, dus die willen ook niet alles delen. Het gaat ook nog om gevoelige informatie, dus zoals bijvoorbeeld de energie-ISAC. Als er een energiebedrijf zit en die zegt van ja, we zijn gehackt, dan willen ze natuurlijk niet dat het zomaar op straat ligt. Maar ze willen aan de andere kant wel die kennis delen met anderen, van misschien worden zij ook wel gehackt. Hoe gaat het in de praktijk? Maar de basis ligt gewoon in vertrouwen, dat is, dat is één. En daarnaast onderteken je als ISAC-lid, en het is ook een persoonsgebonden lidmaatschap, onderteken je dat je die informatie niet verder commercieel verhandelt. En uitsluitend gebruikt, hè, onder de TOP-codering voor need-to-know. Dus je mag het need-to-know sharen, als wij zeggen, onder TOP-amber. En als het onder TOP rood is, dan is het, zoals bekend, dan is het voor jou alleen. En dan mag je het zelf daar iets mee doen om te kijken of je binnen je eigen organisatie daar de nodige mitigerende maatregelen voor kunt nemen. Een soort stoplichtensysteem. Ja. Als je met iemand staat te kletsen en je zegt, oeh, code rood, dan weet je dat interessant wordt. Dan wel mooi even je oren spitsen. Ja. Oké. Okay. Ja. Want die ISACs, ze delen informatie, ook om een beetje threat intelligence, om het zo te zeggen, te delen. Maar als nou echt hard... Ja, shit hits the fan. Zal maar zeggen dat verschillende energiebedrijven merken gewoon, Nederland wordt aangevallen via bijvoorbeeld thermostaat, bijvoorbeeld via centrales, via wat dan ook. Heeft zo'n ISAC dan ook een functie of schalen we dan op naar wat anders? Nee, die ISAC heeft daar diezelfde functie in. Kijk, in principe gebeurt het operationeel. Je operationele mensen constateren het.
Die gaan vaak weer naar een leidinggevende om het in ieder geval te melden. Dat zijn vaak de ISAC-leden. Mm-hmm. Operationeel, als een organisatie er niet zelf uitkomt, dan kun je het NCC bellen. Dan kun je ter plekke zeg maar hulp krijgen, dan wel we rukken uit, om zo maar te zeggen. Ja. Maar ook als het dus inderdaad best van omvang is, of we denken van nou, het zou wel zo kunnen zijn dat een andere energiemaatschappij, niet zijn leverancier, ik vergis me, wordt geraakt of mogelijkerwijs wordt geraakt, dan is het onze rol om te kijken van, ja, moeten we deze informatie niet verder delen? En dat doen we altijd in overleg met de partij. Ja, oké. Okay. Nou, tot zover Nederland. Jorn van Kaspersky, hebben natuurlijk ook een mondiale blik. Zijn energiebedrijven interessante targets? Worden die wel eens via cyber aangevallen? En op welke manier? Ja. Code rood, hè? Blijft er nog onder zeker. Nee, ze worden zeker aangevallen. Maar we kunnen daar heel weinig over zeggen, omdat, ja, we mogen dat gewoon niet vanwege die NDA's die we getekend hebben. Okay. Maar energiebedrijven die zijn zeker doelwitten. En waarom? Waarom zou dat interessant zijn? Nou, kijk maar bijvoorbeeld die documentaire die een tijdje geleden is uitgekomen. Die ging over Stuxnet. Voor mij heette die Patient Zero. Nou, ik weet niet meer precies hoe die heette, maar het is in ieder geval een hele interessante documentaire. En daarin zie je ook iemand vertellen dat ze in Iran, daar zaten ze zo diep dat ze in principe alles konden controleren wat ze wilden. Dus het zou heel erg naïef zijn om te denken dat het niet gebeurt. Ja. Dit was dan bijvoorbeeld Iran, maar het zou ook in andere landen gebeuren. Ja, maar dat is het dus vooral interstatelijk geweld, om het zo maar te noemen. Dat staten elkaar gaan dwarszitten en bij een soort oorlog via cyber. Ja, dat zou zeker kunnen, maar gelukkig hebben we het tot nu toe nog niet in alle hevigheid gezien. Er zijn wel enkele aanwijzingen dat wanneer er bijvoorbeeld geopolitieke conflicten waren, dat er wel wat speelde. Ja. Neem bijvoorbeeld dat verhaal van de energiecentrale in Oekraïne. Dankjewel. Oh ja, ja. Daar zie je bijvoorbeeld wel dat het echt mogelijk is dat ze echt energiedistributiecentra in dit geval, dat ze die echt aanvallen en disruptie willen veroorzaken. Ja. Oké, dus stel ik ben een hacker, ik word ingehuurd door een vreemde mogelijkheid en ik moet energiecentrales gaan platleggen. Wat zou dan mijn aanvalsstrategie zijn? Hoe kan ik het makkelijkst binnenkomen om zoveel mogelijk ellende te creëren? Ja, je moet hier toch niet mensen op verkeerde ideeën gaan brengen? Nou, ik vraag het juist zodat we dat kunnen voorkomen. Ja. Dat we weten. Nou, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat het niet heel veel anders is dan met elke andere geavanceerde aanval. Ja. Maar zou ik zeggen, bijvoorbeeld de energiecentrales zelf, de website of, en daarvoor zijn we hier vandaag, de slimme thermostaten. Ja, ze zullen van alles proberen, maar ze zullen waarschijnlijk voor de makkelijkste aanvalsvector zijn. Wat je bijvoorbeeld zag met Stuxnet, was dat de eerste bedrijven die geïnfecteerd waren, dat was niet direct de kerncentrale zelf, maar dat waren bedrijven die diensten leverden aan die kerncentrale eigenlijk. En via die bedrijven is het uiteindelijk bij de kerncentrale gekomen. Oké. Okay. Ja. Heb jij nog iets over te zeggen? Ja. Ja? Ja. Nou ja, dat is natuurlijk wel wat je heel erg nu ziet, is dat we niet alleen maar als organisaties, als vitale bedrijven, dat ze kijken naar hoe is mijn eigen, zowel mijn kantoorautomatisering als mijn systeemautomatisering van alles wat er draaiende gehouden moet worden. Hoe is dat georganiseerd, maar ook kijken van wie zit er in mijn keten? Waar zitten daar de kritieke leveranciers eigenlijk? En okay. hoe moeten we daarmee omgaan? Dus die ketenweerbaarheid, als ik dat als thema mag, als containerbegrip, dat is wel echt een nieuwe trend. Oh, die, ja, het is natuurlijk nooit één organisatie met één site en één centrale. Het zijn allerlei aannemers, onderaannemers, tussenpartijen en dat zit allemaal aan elkaar. En daar ga je als hacker natuurlijk vooral naar de zwakste schakel kijken. Dus dan is het belangrijk om beetje contact houden met elkaar. Maar hebben we dat overzicht nog wel? Of is die keten eigenlijk zo vaag geworden inmiddels in de energiewereld dat als het fout gaat, weten we echt niet waar het vandaan komt? Nou, dat laatste wil ik niet zeggen. Want daar hebben we ook gelukkig nog het NCC en de dienst voor om daarin in samen te werken. Om te kijken waar het wel vandaan komt. Maar ik denk dat het van essentieel belang is dat we ons realiseren dat ketenweerbaarheid nodig is. Ja. En dat we daar ook aan gaan bouwen. En wat je gelukkig ziet, is dat er op dit moment een pilot draait bij Schiphol.
die SciSec heet, die heel bewust heeft gekozen om, om juist de, die ketenweerbaarheid in beeld te gaan brengen. De haven van Rotterdam, is daar ook mee bezig. Dus dat is, ja, dat is goed nieuws. En ik denk dat het, ik kan er nog op aanvullen dat de gasunie TenneT en Shell hebben een POC gedaan. Een proof of concept waarin ze gekeken hebben hoe, hoe zij met elkaar verbonden zijn. En dat je toch ook bij dat soort grote bedrijven ziet dat er wel degelijk gewoon hiaten zijn waarvan ze dachten, daar ga jij toch over. En uiteindelijk was het dus niet afgedekt. En dat zijn nou precies de kwetsbaarheden waar je gewoon, ja, waar natuurlijk op geaast wordt. Om op die manier binnen te komen. Nou, dan ben ik wel een heel stuk gerustgesteld. Want als ik me een beetje inleef in bedrijven die met elkaar samenwerken, dan wil je A, geen openheid van zaken geven. En B, als er een kwetsbaarheid is of je hebt het echt verklooid, zal maar zeggen, dan ga je dat vooral niet aan elkaar vertellen. Maar die tijd is dus voorbij. Organisaties nemen wel echt hun verantwoordelijkheid van, hey, laat eens even de hele keten doorlichten. Wie is verantwoordelijk voor welk stuk en hoe hangt dat met elkaar samen? Kan ik dat zo, zo zeggen? Ja, dan, of is het iets te optimistisch? Nou, ik denk dat die iets te optimistisch is. Ik zou willen dat het zo was, maar dan heb je het over, zeg maar, toch een zekere mate van maturity niveau. Ja. Dat hebben we nog niet. Nou ja, ik denk dat in een heleboel sectoren dat wel zo is. Ja. Ik denk dat de energiesector heel goed op weg is. En dat we, ja, het kan altijd beter. Oké, nou dan doe ik een schepje ellende bovenop. Toen we in één keer ging praten met dit idee, het eerste wat ik meekreeg was een groot dik zwart boek en dat heette Blackout. En het is een thriller, dus het is een beetje aangedikt. Maar als ik een beetje doorlas wat die gasten deden, nou, hier komt de spoiler, als je het boek nog gaat lezen, even je oren dicht. Maar het is een of andere anarchistische bende, die wil een soort reset van de samenleving en die gaat heel Europa platleggen. Waar beginnen ze? Bij de slimme thermostaten. Die gaan allerlei valse signalen geven over en weer, waardoor het hele net in elkaar dondert. Vervolgens hebben ze ook in alle machines hebben ze iets gestopt. Ze hebben in de communicatie hebben ze iets gestopt. Echt heel Europa dondert ineen. En na een week is de anarchie compleet en gaan mensen elkaar opeten en weet ik het wat allemaal. Dat laatste is, heb ik er zelf bij bedacht. Maar verder is het scenario redelijk realistisch naar mijn inschatting. Wat is jullie reactie erop? Is zo'n scenario, is dat plausibel of is dat gewoon echt fiction, hoeven we daar niet bang voor te zijn? Jort, jij eerst. Nou, ik denk dat als je echt heel Europa wil platleggen, dat je dan zoveel resources nodig hebt, dat dat bijna ondoenlijk is. Ja, ze hebben behoorlijk wat miljoenen. Er zitten een paar miljonairen achter die ook anarchistisch zijn. Ja, die heb je ook, maar... Ja, maar resources... Is dat genoeg, een paar miljoen? Nee, maar resources is niet alleen geld, het is ook mankracht. En waar vind je zoveel mensen die alles, hè, alles willen bedienen, die alle... Ja, elke energiecentrale kunnen binnenkomen, elke energiecentrale kunnen platleggen. Je moet niet vergeten dat het best een aardige operatie is om zover te komen. En als jij bijvoorbeeld één stukje malware gebruikt om bij één energiecentrale binnen te komen en het wordt gevonden, nou, dan kan je er donder op zeggen dat binnenkort veel meer energiecentrales het weten. En dan is ISACs natuurlijk. Precies. Van jou. Ja. En dan is je malware alweer een heel stuk minder effectief. Want ja, het is gevonden en dan moet je eigenlijk weer opnieuw beginnen. Ja. Je moet je afvragen wat het doel is. Hè? Ik bedoel, als je uiteindelijk zeg maar dat voor ogen hebt, dan moet je wel heel erg veel geld erin pompen, denk ik. En heel veel mankracht. En, dat en heel is, veel hackers. In dat opzicht niet realistisch. Ja. En heel veel hackers zien te vinden. Nou ja, we zijn hier vandaag samen omdat er gelukkig ook heel veel goede hackers zijn. Ik wist niet dat een wervingscampagne was, dit. Nou nee, de werving die vond plaats vooraf. Hè. Probeer maar eens 40 hackers bij elkaar te krijgen. Dat is wel gelukt. Gelukkig helpen ze vaak ook. In die zin is er wel heel veel veranderd in Nederland, toch? Het NCSC kwam in 2013 met een richtlijn Responsible Disclosure. Nou, dat klinkt allemaal heel wollig, maar het is een heel handig document van 6 pagina's met bullets. Ben je een organisatie, zorg ervoor dat je een meldpunt hebt, dat als iemand gaat kijken naar jouw systemen en die vindt een kwetsbaarheid, wees klaar, ontvang die melding, communiceer terug, los het op, deel het ook met elkaar, zodat we van elkaars fouten kunnen leren. Dat was 2013, nou, er is veel gebeurd sindsdien. Werkt het een beetje, Responsible Disclosure? Ja, ik denk dat het heel goed werkt. Het laatste voorbeeld is tijdens het EU-voorzitterschap hebben we het heet dan in het Engels Coordinated Vulnerability Disclosure Manifesto hebben we gelanceerd. Daar zijn uit mijn hoofd, ik pin me er niet helemaal op vast, maar volgens mij 30 bedrijven, zowel Nederlandse bedrijven als internationale bedrijven. En dat is natuurlijk wel interessant daarvan.
hebben zich aangemeld om dat manifesto te tekenen op dat moment daar. Ja. En ik denk dat dat gewoon een beweging is die we voort moeten blijven zetten om te borgen dat je als hacker op het juiste adres het kunt melden en met de juiste afspraken daar ook gewoon op een veilige manier dat kunt doen. Ja, want als ik het even goed heb, er zaten wat banken bij, wat grote IT-bedrijven. Ja, hier zien we de Happy Few, hier hebben we de CISO van KPN, die staat er heel mooi met de rode jurk voor. En natuurlijk ook energiebedrijven, niet alleen Eneco, maar ook Alliander, Stedin, die hebben allemaal een handtekening gezet. Wij gaan dit doen. En dat is voortgekomen uit een ISAC-overleg, dat is alweer leuk om te melden, dat in dat opzicht die ISAC dan wel weer heel erg verbonden is, dat ze gezamenlijk hebben gezegd van, ja, hier moeten we en masse, moeten we hier gehoor aan geven. Ja. En dat is dan wel echt, vind ik, zelfs een applaus waard, want dat is echt fantastisch. Zeker. In dat opzicht. Ja. Nederland doet het wat dat betreft dus goed in de cybersecurity. En die hackers die doen het vaak ook gratis, gewoon voor de eer of voor een leuke als ze maar de credits krijgen van jij hebt ons geholpen vanuit een maatschappelijk gevoel. Dat is voor Kaspersky natuurlijk slecht nieuws, want het is voor jullie business slecht, of niet? Of ben je ook wel blij met helpende hackers? Nee, kijk, als mensen kwetsbaarheden in onze producten vinden, en dat is wel eens gebeurd, ja, dan proberen we die natuurlijk zo snel mogelijk op te lossen. Want als zij die kunnen vinden, ja, dan kunnen andere mensen het ook vinden. En dan kunnen ze het misbruiken. En dat is juist het laatste wat je wil. Ja, ja. Dus hackers helpen, ook jullie. Ja, zeker. Nou, hartstikke mooi. Goed, Nienke en Jort. Nou, hartelijk dank dat jullie even jullie kennis en ervaring hebben willen delen vanuit de overheid en het bedrijfsleven. Ik ben weer een stukje meer gerustgesteld dat Nederland toch een stuk veiliger wordt, dankzij jullie. Dames en heren, hartelijk applaus. Nienke Steging en Jort van der Wiel. APPLAUS